Ja, Danny Noppert, helaas de verliezende finalist op de Dutch Darts Masters. Ja, je pakt toch 300 plus finishers, maar je kan niet helemaal terugkomen in de wedstrijd. Je begint ja, matig en dan bouw je heel rustig op, maar je kan het net niet helemaal omdraaien. Wat lag het hem aan? Ja, zijn legs gooi ik goed en mijn eigen legs gooi ik gewoon minder en ik weet niet waar het dan lag. En dan, dan breek ik hem weer en dan niet lekker aanzetten. Maar over het algemeen goed weekend gegooid. Goed weekend gegooid, 8 breaks. Dacht je op slot niet, waarom nou net niet in mijn eigen les? Ging dat dan in je hoofd spelen? Ja, tuurlijk gaat het in je hoofd spelen. En dan dat wil je graag. En dan komt het net niet jouw kant op. Maar ja, alle credits voor hem dat hij die laatste 100 plus finish uitgooit. En goed gedaan van hem. Dat zeker. Als je nou terugkijkt op je laatste paar Eurotours, je staat 2 keer in de finale. Je komt langzamerhand kom je omhoog. Heb je op de World Series haalde je toen in de finale, uiteindelijk win je de UK Open. Is dit gewoon weer een stapje in het proces naar boven? Ja, ik ben de laatste tijd gewoon lekker op podium aan het gooien. En dan probeer je die lijn door te zetten en het is gewoon gelukt dit weekend. En natuurlijk wil je met de beker in hand staan dat je de winst hebt, maar... Ik kan alleen maar zeggen van dat ik trots ben op mezelf. Nou, Danny, bedankt.